Mijn moeder komt uit een adellijke familie, familie van Linden. Daar ben ik zelf altijd, heb ik een wat ambivalente verhouding mee gehad. En die ambivalente verhouding heb ik nu eens omgezet in daden. Adel, daar ligt een soort ongelijkheid in besloten. En ik ben benieuwd geraakt naar of er ook sporen van het slavernijverleden in die familiegeschiedenis waren. En dat ben ik gaan uitzoeken. Dit is mijn bed overgrootmoeder. Antonia van Linden van der Heim. Zij leefde van 1804 tot 1884. En zij was voor 1/72 eigenaar van suikerplantage Toulifo aan de Suriname rivier. Dat is een van vele linken, want er waren ook voorouders die bewindhebbers waren van de West-Indische Compagnie, directeuren van de Sociëteit van Suriname. Meer plantages zaten er ook in de familie, maar er waren ook abolitionisten en een zendeling van de Evangelische Broedergemeente. Dus eigenlijk alle aspecten van dat koloniale verleden zitten in die familiegeschiedenis. Ik denk dat het sowieso dat we echt aan het begin staan van het erkennen van die gedeelde geschiedenis. Ik denk dat dit dus het begin kan vormen voor heel veel meer onderzoek. Een eerste reflex op dit soort onderzoek is de hakken in het zand zetten en een soort emotionele respons van het heeft niet met ons te maken of ja, maar daar zijn ze helemaal niet rijk van geworden. Of in het geval van mijn bed overgrootmoeder, het was maar 1/72. Maar ik heb door dit project gemerkt dat je daar door kennis te vergaren daar voorbij kunt gaan. Dus, en dat je kunt kijken, goh, wat is er nog een hoop te ontdekken en een hoop verhalen te vertellen. En wat zat die geschiedenis ingewikkeld in elkaar? Wat zijn daar een hoop aspecten van te vertellen? En ik hoop dat die verschillende perspectieven, die verschillende kanten de ruimte krijgen. En dat we niet blijven hangen in goed en fout. En zwart en wit, dat dus die grijstinten meer ruimte krijgen. En inderdaad die welwillende missionaris ook gehoord wordt. Het verhaal daarvan gehoord wordt. En de opstanden op de plantages. En dus ja, dat het verder gaat dan het dader-slachtoffer denken.